true. Yeah. All right, so we're live? Okay. Hallo nice. Iedereen. Mijn naam is Daniel Marien. Ik ben 24 jaar oud. Mijn voornaamwoorden zijn hij, hem. En ik ben een student communicatiewetenschappen. Ik maak deel uit van het jongerenpanel van Generation M, van M&M. En ik ben ook actief op TikTok en Twitter. @bruinjongen, zeker allemaal checken. Ik ga vandaag samen met drie enorm goede vrienden van mij, die ik gisteren heb leren kennen, een kaartspel spelen genaamd Donkere Gedachten. Dat is een spel van Wat, dat jullie ook allemaal gratis kunnen downloaden op watwat.be/donkeregedachten. Wat heeft in oktober de campagne Donkere Gedachten gelanceerd om mentale gezondheid in de kijker te zetten en het bespreekbaar te maken. Het is begonnen met een YouTube-reeks waarin twee jongeren samen een kaartspel met vragen speelden om open te babbelen over hoe het echt met hun gaat en hoe zij omgaan met moeilijke momenten. En nu gaan wij dat dus ook doen, vooral om jullie thuis allemaal te inspireren om zelf ook zo'n gesprek te voeren met jullie vrienden. Abonneer sowieso allemaal op dit kanaal om de vorige gesprekken te kunnen zien en de volgende ook zeker niet te missen. Nu, voor we met het spel beginnen, ga ik even met mijn superleuke gasten voorstellen. En het is misschien ook goed, aangezien we allemaal deel uitmaken van de LGBTQ+ community, om ook even te vermelden hoe jullie zelf identificeren. Als je daar comfortabel bij voelt, natuurlijk. Aubrey, jij moet beginnen. Ja, dus ik ben Audrey, ik ben 21 jaar, ik studeer orthopedagogie in Antwerpen op AP. Ik ben zelf lesbisch, dus ik identificeer mij als gay. En ik ben ook leiding, mijn organisatie bij Wel Jong Niet Hetero en ik ben leiding bij Min 19 aan nu voor mijn derde jaar. En ik heb er echt heel veel zin om hier aan mee te doen. Super. Amir? Ja, ik ben Amir. Ik ben 22 jaar. Ik doe ook ortho, maar dan aan KDG. Ik ben biseksueel en mijn voornaamwoorden zijn dus die. Zijn niet dus, maar zijn die en hun. En in het vrije leven doe ik momenteel niet veel, want like, corona, obviously. Maar normaal gezien ga ik naar de scouts. Ben ik daar groepsleider bij AKB Brussel. Dus dat is kindjes met een beperking. En ja, voor de rest, ja, van alles van vrijwilligerswerk, I guess. Ja, dat is zo'n beetje. Alright, en Harry? Ik ben Harry, ik ben 21 jaar. Ik identificeer mezelf als queer, met mijn voornaamwoorden die hun. Ik studeerde modetechnologie aan de Hoge Gent, maar daar heb ik in juni ben ik gestopt om mezelf te laten opnemen in de psychiatrie waar ik nu zit. Ik zit in mijn afrondingsfase. Dus dat wil zeggen dat ik over een paar weken hier weg ben en naar het gewone leventje terugkeer. Wat doe ik met mijn leven? Irritant zijn op Instagram, zeker mij volgen. Ik probeer zoveel mogelijk taboes te breken. Dus ik heb heel veel zin om vandaag ook dit gesprek aan te gaan om ook deze taboe te doorbreken. Alright, dan gaan we eraan beginnen. Ik zal eerst de kaart trekken. Okay, dus de eerste vraag is, naar wie kijk je op en waarom? Oeh. Ah, easy voor mij. Ja? Mijn beste vriend, Emile, ook non-binair. Ik refereer naar Emile als mijn moeder, ja. Omdat hij mij echt onder hun wing heeft genomen toen ik in Gent kwam. Een enorm slim persoon, een enorm gelezen persoon. Heel strijdvaardig, of hoe moet ik dat omschrijven? Dus daar kijk ik echt enorm veel naar op. Ja, dat is Mother Faggy toch op Twitter, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ik volg hen. Wacht, naar wie kijk ik op? Ja, sowieso eerste plek mijn mama, omdat ze echt gewoon een mega sterke vrouw is. Dus daar moet ik sowieso over noemen. Voor de rest... Binnen België misschien Dalila Hermans, omdat ik hou van mensen die zo onvoorwaardelijk zichzelf zijn en zo, ook al betekent dat om tegen de stroom in te moeten zwemmen, like, ik hou echt van zo'n mensen. En voor de rest, artiesten zoals Nicki Minaj en zo, de queen of rap. Mm-hmm. En ja, oh, nog een paar acteurs en zo, ja. Ja, ik heb zo een cliché antwoord. Ik kijk wel heel hard op
naar iedereen binnen mijn gezin zijn er dus mijn ouders en mijn twee broers. Mijn ouders, omdat zij gewoon zijn geïmigreerd en dat sowieso al iets is dat heel, heel veel kracht eist, denk ik, om je hele leven te uprooten en naar een ander land te verhuizen. En mijn broers, die dus daar ook waren geboren, omdat ze heel ver zijn geraakt met de weinige kansen die mensen zoals ons met de weinige kansen die wij normaal krijgen, zijn ze toch enorm ver geraakt. En ik kijk daar wel echt enorm naar op. Bij mij zal het ook wel zo, mijn mama, omdat zo, ook zo, het feit ook zo dat mijn mama, ik ben half Frans, half Congolees, dus ook zo het feit dat mijn mama zo mij en mijn twee broertjes heeft opgevoed, helemaal leven, vind ik gewoon echt heel sterk van haarzelf. Voor de rest van buiten, ik kijk eigenlijk zoveel naar veel mensen, maar niet specifiek naar één persoon, omdat ik zoiets heb zo, mensen die echt zo zichzelf durven zijn en kunnen zijn, ik kijk daar zo hard naar op, ook gewoon algemene mensen rondom mij, maar ook bekendheden of mensen op straat die gewoon als koppel, als twee vrouwen naast elkaar rondlopen, of als er iemand in mijn rok van een andere gender gewoon rondloopt, dan heb ik echt zoiets van, ja, yes, you go, snap je? En daar kijk ik wel heel hard naar op, maar niet echt specifiek een persoon. Ja. Oké. Okay. Ik ga nog intrekken. Wat past bij jou? Ik ben een positivo of ik ben een negativo? Hoe merk je dat? Ik ben meer een positief van mezelf. Ik ben zo heel, ik kan zo wel zo heel hard in de mood komen dat ik zo heel negatief kan zijn en dan zo heel over mezelf, maar naar de buitenwereld zal ik altijd positief overkomen. Dat is denk ik ook zo iets wat ik voor mezelf heb gezet. Maar ik vind dat ook leuk zien als er iemand dan zo'n beetje minder goed gezind is of die zo'n bad day heeft. Of een diepje, dat ik wel zo daar sta van, hey, alles goed, komt goed. Hij snapt het, maar zo'n beetje, het sfeer een beetje te laten opvrolijken, zonder het te pushen. Ja, ik vind dat ik zo een moeilijke precies, want ik denk dat bij mezelf zo in waves is, dat het soms positief, soms negatief is. En ik wil van mezelf precies denken dat ik iemand ben die vooral naar het positieve kijkt, maar ik denk als ik realistisch ben, ben ik toch wel iemand die, redelijk pessimistisch kijkt naar van alles en nog wat. Maar kijk, proberen daar verandering in te brengen, natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ik ben volgens mij eerder een positivo, maar ook gewoon als ik mij slecht voel of zo, of in een negatieve bui zit, dan verberg ik dat meestal gewoon, dat ik dat zo niet wil. Ik wil die energie zo niet aan andere mensen geven. Yeah. Maar het verschilt gewoon eigenlijk ook wel gewoon. Zo. Het is niet dat ik zo echt één ding ben of zo. Maar waarom, als ik dan wat vraag, natuurlijk, waarom verberg je dat dan? Want, ik zou dan denken van, stel, ik laat dat blijken aan iemand anders, van, oké, ik voel me niet goed, dan kan die persoon mij daarin helpen, of zo. Ja, dat doe ik ook wel. Zowel, ik heb zo wel een paar vrienden waar ik, als ik me slecht voel, daar naar bel en zo. Maar zo gewoon, in het algemeen, als ik zo gewoon ergens ben of zo, ik zou dat niet snel laten merken aan mensen dat ik me slecht voel. Dat is eerder wat ik bedoelde. Fair enough, ja. Ik was vroeger hetzelfde echt als u, Daniel, maar dat heb ik echt geleerd hier in de psychiatrie, om dan ook, als ik mij slecht voel, die heel fragiele kant toch wel te tonen aan mijn buitenwereld. Wat ik vroeger een idee, vroeger was ik gewoon altijd blij en altijd gaan. Allee, altijd van werk naar school, heel weinig slaap, uitgaan, altijd zo blijven gaan. En altijd heel positief zijn. Terwijl ik echt wel afzag op dat moment. Dus nu heb ik echt wel geleerd om zo een gezonde balans tussen de beiden te hebben. Zowel positief als negatief. Ja, dat is wel echt heel belangrijk. Want ik herken mezelf echt heel hard in wat je nu zegt. Ja, ik denk dat er ook zo een groot gevaar in ligt. Als je dat zo te veel zou opkroppen, dat op een bepaald moment ontploft. Niet? Ja. Allee, correct me if I'm wrong, natuurlijk. Maar... I mean, look at me. I'm in a mental hospital. Ja, kijk. Dat is wel waar. Ik zal nog eens een kaart trekken, hè. Hoe hebben je moeilijke momenten je meegevormd tot wie je nu bent? It's a heavy question. Ik zal gewoon beginnen. Ik denk dat mij sterker heeft gemaakt.
Zo gewoon alle negatieve dingen die in het verleden zijn gebeurd, hebben mij volgens mij gewoon sterker gemaakt en mij op een of andere manier ook meer zelfvertrouwen geven of zo. Doordat ik zoiets heb van, oké, als ik daar door geraak, dan kan ik overal door geraken. Ik heb zo het gevoel van alles wat er zo negatief in mij is gebeurd, dat dat wel nog altijd zo'n impact heeft op wie dat ik nu ben. Ja. Zowel positief als negatief, want over wat je vroeger zegt of vroeger hebt meegemaakt, leert je uit. Natuurlijk is wel nog het ding van dat het terug zo'n vicieuze cirkel van, ook al is dat gebeurd vroeger in je jeugd, dat dat zo terugkomt en dat je dat zelf niet meeneemt en dan zodat dat zo'n vicieuze cirkel is. Maar ik denk wel van, als je echt iets wilt veranderen in je leven, dat je echt gewoon ervoor moet gaan. En ik denk wel dat positief aan is, dat ik zo denk zo van, oké, dat is er gebeurd vroeger, maar ik kan er echt wel door en er gewoon voor gaan. Zoals een vriend van mij zou zeggen, manifesteren. Ja, ja. Oh, ja, ik geloof daar ook echt in, ja. Ja, ik heb dat van een vriend van mij. En ik geloof daar ook echt wel van, als je iets wil, kun je het gewoon doen als je er echt in gelooft. Ja. En gewoon blijven zeggen van, ik kan het, ik ga het kunnen. I can do it. Zo, ja. Ja, ik denk dat ik de persoon dat ik ben wie ik ben, dankzij ja, alle ervaring, niet alleen de positieve, maar ook natuurlijk dus de negatieve. Maar dus wie dat ik ben, is ondanks de negatieve. Ik denk niet dat de negatieve dingen de effecten zijn die mij hebben gemaakt tot de persoon wie ik nu ben, maar eerder de nasleep daarvan. Dus wat de positieve dingen die daarna zijn gekomen. En dus ja, dus ik vind dat zo een moeilijke precies, want ik wil niet mee laten gevormd hebben door het negatieve, want dan heb ik precies in mijn hoofd van, oké, die slechte dingen hebben gezorgd voor wie dat ik nu ben. Dan zo die mentality switch naar zo het positieve op een of andere manier. Maar ja, ook niet altijd even makkelijk, hè, natuurlijk. Nee, inderdaad. Nee, dat is waar. Ja, ik weet niet of dat die bij mij iets positiefs hebben gedaan, om eerlijk te zijn. Maar ik geloof wel echt in wat je in Amir zegt van, op een manier gaan die mij vormen, desondanks dat ik dat heb meegemaakt. Dus in een way kom ik daar wel sterker uit, maar ik ben nog niet op dat punt. Ik ben zo ergens daar. Je bent er zo daartoe aan het streven. Zo, ja, dat ik ben aan het presteren. Ja. Ik ben echt in de kosmos aan het zetten. I'm getting there. Dat is goed. Kijk, goed bezig ook, ja. Op welke eigenschap van jezelf ben je het meest trots? Oh. Oh, zijn er zoveel, nee. Ze beginnen oplijsten. bij mij zal denk ik mijn hulpvaardigheid zijn. Ik ben ook zo'n persoon die altijd zo... Okay, het is positief en negatief. Want ik ben er wel trots op dat ik zo zie als mensen nood hebben en dat ik er heel graag op wil inwerken en helpen en ondersteunen. Maar ik merk dat ik daardoor ook soms mezelf daarin vergeet en daardoor zo mijn eigen confronteert eigenlijk. Zo snap je wat ik wil bedoelen. En dan merk ik van, ik vind dat echt een goede eigenschap van mezelf. Ik doe dat ook echt super graag, want ik doe dat ook met heel mijn hart. Daarom dat ik ook orthopedagogie heb gekozen als richting. Maar ja, dat zie ik wel echt als mijn sterkste kant. Ja, doe maar. Sorry. Ik denk bij mijzelf, ja, spraakzaamheid is wel eentje die eruit springt. Ik ben wel iemand die redelijk vlot kan praten in van alles van situaties. Zet mij voor een publiek van 1000 man, whatever. Ik kan nog altijd mijn ding doen meestal. Maar natuurlijk brengt ook een valkuil. Allee, dat is wel een goede kwaliteit of zo. Maar de valkuil dat dat met zich meebrengt, is dan zo het overweldigend zijn voor bepaalde mensen. Of like, de kans niet geven aan anderen. Dus dat is zo, altijd zo, de twee kanten van dingen. Willen bekijken. Moest mijn docent mij nu bezig zien, nu dat ik bezig ben over kwaliteiten en valkuilen, die zo echt zo trots zijn. Sander, als je kijkt, shout-out Sander. Die zit thuis van, yes! Talk your shit! Ja! Let's go! Dus ja, ik zou zeggen, spraakzaamheid. Alright. Bij mij is hetzelfde als bij Audrey. Zo die... Hulpvaardigheid, denk ik echt wel. Ik ben echt een bitch tegen mensen die ik niet ken.
Maar de seconde dat je zo in mijn cirkel zit, ga ik wel echt voor u zo 100% en ga ik alles doen om u zo goed mogelijk te laten voelen. En ik ben niet echt een bitch tegen mensen dat ik niet ken trouwens. Ja. Maar ja, een side note. Een kleine side note. Maar de seconde dat ik u vertrouw en de seconde dat ik echt zoiets heb van we're in this for a long ride. Mm-hmm. Ik ga echt alles voor u doen. Ja. Oh, dat is echt nice, ja. Ik ben ook zo. Bij mij, oh, nu heb ik nog altijd geen of wat. Dat als ik iets wil, dat ik daar volledig voor ga. Okay. Dat wel een mooie eigenschap is. Dat ik zo niet zo iemand ben van dat lukt niet, laat het gewoon zitten, maar gewoon ja, het volledig voor ga. Echt een strever. Nee, dat niet op die manier. Maar. Oh nee. Maar nee, dat je er echt over gaat als jij iets. Als jij een doel bereikt, ik wil mijn doel bereiken. Ja, ja. Oké. Okay, een goede vriendin of vriend zijn, wat betekent dat voor jou? Heavy. Er sowieso zijn in moeilijke en in goede tijden. Ja, zo, gewoon iemand waar je echt zo vertrouwen in hebt. Ja. Dat vind ik echt het belangrijkste. Vertrouwen hebben in elkaar en ook er voor elkaar zijn. Ik denk, je ziet vooral de echte vrienden als die er zijn wanneer je op je slechtste bent. Mm-hmm. En dat vind ik dat, dat echt wel... als ik dat heb, als ik weet van ik ben op mijn slechtste en ik weet wat er naar mij toe komt zonder dat ik eigenlijk iets vraag, dan weet ik van, oké, dat is echte vriendschap. Ja. Ik ga echt wel mee met Audrey. Ik ben heel veel vrienden verloren in de psychiatrie. Dus dan zie je echt van zo... Those are the real ones. Dus ik ga mee met Audrey. Mm. Ja, voor mij ook. Iemand die er altijd voor u is, maar die ook durft zeggen van... Als je iets doet dat hij niet oké vindt, dat hij dat ook durft tegen u te zeggen en die achter uw rug daar belang over gaat doen of zo. Maar zo, ja, iemand waarvan je altijd weet wat je daaraan hebt. Ja, ik ga redelijk akkoord met wat jullie allemaal zeiden. Ik denk dat ik heb daar niet veel aan toe te voegen. Het enige wat ik zo wel belangrijk vind, is zo... Soms denken mensen, ah ja, een goede vriend of vriendin... Dat is iemand die zo elke dag hoort. En dat je altijd weet, oké, die is down. Maar dat is zo... Dat is zo bullshit. Like, ik kan echt... De beste vriendschappen die ik heb, zijn zo... Van die low-maintenance friendships, waar dat je zo... Basically één keer de maand kan sturen van... Hey, yo, what's up? En like, dan kun je van alles vertellen aan elkaar. Ja. Dat zijn echt... Allee, waarmee dat ik niet wil zeggen dat mensen die je elke dag hoort minder waarde zijn. Hè? Want daar, allee, ik heb ook heel goede vrienden die ik elke dag hoor. Maar like, sommige mensen in hun hoofd zitten dat precies van... Oké, je bent geen goede vriend als je niet elke dag stuurt. Mm. Van, oké, like, niet iedereen kan dat aan om elke dag superveel te sturen. Mm-hmm. Dat is waar. Oké. Okay. Hoe kom jij tot rust? Oh. Hoe kom ik tot rust? Ja, voor mij is dat een easy question. Ik zet gewoon mijn Spotify op. Homie, Frank Ocean. En it's done. Like, ik ben chill. Like, dat kan me in elke mood brengen dat ik wel. Als ik boos... Nee, boos minder. Frank maakt geen boze muziek. Maar like, als ik wil wenen, als ik wil chill zijn, als ik happy ben, whatever. Frank's got music for that. Ik zet gewoon muziek op en chill. That's basically it, ja. Ja, dat werkt bij mij ook wel. Of gewoon zo een serie kijken of zo, dat je gewoon je verstand op nul kunt zetten. Dat, ja, muziek of series kijken. Voor de rest heb ik niet echt... Want je hebt zo mensen die zo yoga doen en zo... Of zo gaan lopen en zo, maar mij helpt dat precies niet echt. Geen conditie voor op te kunnen lopen. En dat ook al. Nee. En wel, ik heb dat ook zo'n beetje zo serie kijken, maar dan heb ik zoiets van, ik ben een persoon die heel veel innerlijke stress heeft, dus dan merk ik dat series me daar niet eigenlijk zo goed bij helpen. Wat ik ook wel zo soms doe, is zo in Antwerpen de kaaien, en dan eigenlijk als je zo mooi weer is om gewoon de zonsondergang te gaan zien. En dan ook zo Spotify-muziek, eigenlijk gewoon playlist opzetten, zo rustige muziek, en dat kan me wel helpen. Om dat tot rust te komen. Ik kan er wel gewoon altijd van genieten, maar gewoon om een mooie zonsondergang te zien. Ik moet mij gewoon uit de situatie zetten. Pretty easy. Ja. So, something stressing me out, ik ga gewoon even
verlaten ruimte. Keep the frustration there. Just even weg en dan terug. Alright. Ja. Maar wat zou je dan doen als dat zo... Stel, je wordt gefrustreerd door, zeg maar, iets dat je ziet online. Is dan ook gewoon, oké, gsm weg. En dan weer terug, of? Nee. Als het echt gaat, want zo... I know what you're saying. Dan begin ik gewoon te ranten op Instagram. Oké, fair, ja. Dan begin ik echt gewoon te ranten op, ofwel op Twitter, ofwel op Instagram. Begin ik gewoon te ragen. En dan ben ik weer kalm. Ik moet daar gewoon even uit. Dat lucht op, hè? Ja. Gewoon even een rant van een half uur en dan ben ik zo... Ik ben kalm. En dan is het zo van, waarom is hij zo boos? Maar nee, dat is goed. Nu voelt mij beter. Maar ja, dat is ook gewoon zo chill dat je zo een uitlaatklep gewoon kunt hebben. Yeah. Allee, social media sukt, maar social media is ook echt zo... Yeah. Zo leuk. Like, dat heeft zoveel... Mm-hmm. Ja. Maar het is nice dat er zo een uitlaatklep kan zijn. En dan is het van, oké, done. It's over. Inderdaad. Voel je je soms eenzaam? Duh. Iedereen wel, denk jij niet? Ja. Yeah. Zeker nu. Tijdens corona. Heb je ook het gevoel dat dat nu veel erger is? Of heb je het gevoel dat je nu minder eenzaam voelt aan het begin van de quarantaine? Of is het echt zo... Ik denk dat dat blijft. Bij mij blijft dat, maar ik heb nu gewoon de chance dat ik in de psychiatrie zit en ik zie elke dag 20 mensen, minstens. Ja. Dus ik heb superveel chance, maar als ik thuis ben in het weekend, is dat echt zo... Damn, I'm lonely. Ik denk, is dat ook niet de switch van het feit van dat je zo in de week 20 mensen ziet in een leefgroep, als je zo in een groep, en als je dan thuis komt, dan zit je misschien maar één persoon of twee persoon. Ja, keihard. Super hard. Ja, ik heb het gevoel dat lockdown 2 enorm, maar echt enorm veel harder heeft gehit dan lockdown 1. Maar dat is echt gewoon zo niet te vergelijken precies, want zo... Bij de vorige was ze van, oké, maart. Like, toen dachten we, oké, chill, paasvakantie en dan is het gedaan. Boom, dat is er dus niet van gekomen. Mm-hmm. Maar dan nog hadden we zo de zomer. En dat is van, oké, we kunnen naar buiten, kunnen wandelen. En like, toen had je sowieso dat je nog van alles van mensen mocht zien. Maar nu, like, lockdown hit, dan is het blok. En na blok is het nog altijd... Dan is het gewoon weer school en is het nog altijd... Mm-hmm. Lockdown, like, damn, ja, nee. Ik voel mij wel echt de laatste tijd veel vaker eenzaam dan normaal, maar bon. Mm-hmm. Ik los dat op door gewoon 's avonds in Discord te zitten met allemaal maten en zo. Yeah. En gewoon basically elke dag gewoon te videocallen. Maar dan nog, je mist zoiets, zodat... Yeah. Ik denk ook dat zo eenzaamheid, dat zo... Maakt niet uit. Soms kun je ook rondom mensen zijn en je toch eenzaam voelen. Dus ik denk niet dat dat echt enkel over het feit is van dat je je eenzaam voelt. Want nu, sowieso, corona maakt het gewoon 10.000 keer erger. Het feit dat je vrienden, de mensen waar je soms meer een band hebt dan de mensen die bij je thuis wonen, niet kunt zien of minder kunt zien, heeft sowieso een effect op je. Over het feit dat je dan eenzaam bent. Maar ik denk soms dat eenzaamheid ook kan voelen, ook al ben je rondom, weet ik wel, 20 mensen of zo. Dus dat voel ik wel. Maar ik voel wel dat deze inderdaad... Ik heb zo gewoon... Zo, de eerste lockdown had ik echt zo geduld en de quarantaine en dat viel nog goed mee. Ik dacht zo, ja, we vaak gaan fietsen, buiten komen. Maar nu bij de tweede had ik echt zo mijn... Het was zo even zo te veel voor mij. Ik had echt zoiets van... Ook zo met al die online lessen. Ik had echt zoiets van... Die corona wordt me echt te veel. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad tot eigenlijk vorige maand, 2 maanden geleden, zo november, december. Dat is echt zo de periode dat ik dacht... Wat je zei van dat je eenzaam kunt voelen als je tussen mensen bent, dat is wel echt heel herkenbaar. Ik had dat, toen ik zo nog in de kast zat, had ik dat heel hard. Zo van het gevoel van zo... zo van... Precies dat je zo een rolletje aan het spelen bent of zo, snap je? Ja. Zo van, oh, jullie weten niet hoe ik ben. Zo dat zo. Nee, dat is... Ik vind je al lang uit de kast? Dat weet ik ook niet. Sinds mijn 16, denk ik. Ah, ja. Of 16, 15, ja, zoiets. Wel een tijdje, nee. Ik ook. Ook vanaf 16? Ja, 15, 16. Het ding is, ik was al echt al lang oud tegenover mijn vrienden. Maar
family. Dat is anders. En dan, ja, zeker ook zo. Ik ben half Congolees, dus de Afrikaanse cultuur is echt heel anders. En accepteer het totaal niet. En ja, ik heb daar echt wel issues mee gehad qua familie en zo, qua acceptatie. Allee, eigenlijk gewoon gezien. Maar qua vrienden was echt wel, ja, die zeiden, we dachten het toch al. Ja. Ik moest dat niet zeggen, hoor. Dus ik heb daar rond wel echt wel een goede coming-out rondom vrienden. Maar rond gezien is dat echt wel een pak minder. Oké, ik zal een nieuwe vraag pakken. Waar of bij wie kan je het meest kwetsbaar zijn? Waar of bij wie? Bij mijn vrienden. Ja. Ik heb echt zo de lotto gewonnen op vlak van vriendengroep. We zijn er niet zo heel veel, maar... What the fuck, dat is gewoon letterlijk een utopie om in te leven. Je kunt super hard exploren. Toen ik in het begin met mijn voornaamwoorden aan het experimenteren was, was dat ook goed. Dat was totaal geen issue. Dat was gewoon zo, oké, ja, we gaan dat doen. We gaan kijken hoe dat aanvoelt voor u. Oké, dat voelt goed aan. Dan gaan we dat naar de rest ook communiceren. Dat zo is. Dat was zo allemaal no big deal. En ik weet niet, echt wel mijn vriendengroep. Dat is wel echt zalig, want niet iedereen heeft dat, hè? Zo'n safe space. Nee. Ja, ik zou ook zeggen, mijn vrienden. Ik heb echt een paar van mijn vrienden. Een paar van mijn vrienden. Al mijn vrienden. Ik vind het echt geweldig. En ja, ik denk, ja, iedereen heeft dat gewoon nodig. Hè? Zo'n plek waar je echt volledig jezelf kunt zijn. Ja. En gewoon... Ja. En jullie? Ik heb dat... bij mij zijn dat mijn drie vrienden met wie ik altijd rondhang. En mijn lief. Dat is waar ik mijn kutbaar kan opstellen. Maar soms heb ik ook het gevoel, als je zo niet echt iemand hebt om je zo, van je vrienden, soms kan dat ook echt een stranger zijn dat je leert kennen, weet ik veel, op Instagram, om waar jij je daar online zo veel beter bij kunt voelen. Ik denk dat dat vooral bij anderen is. Bij mij is dat ook echt wel mijn vrienden en mijn lief. Maar ik denk ook vooral bij sommige mensen kunnen dat echt zo hard online vinden, bij iemand anders gewoon, virtueel, waar jij je kwetsbaar kunt zetten, waar jij ook een vertrouwensband denk ik, creëert met iemand. Dus soms moet dat niet altijd fysiek, al ja, met fysiek contact zijn, maar dan wel iemand dat gewoon online leert kennen. Ja, ik heb ook wel echt heel leuke vrienden. Ik heb de laatste tijd heel vaak van vriendengroepen switched of zo. Niet switched, maar zo... Ja, ik weet niet hoe dat uiteindelijk gewoon zo van de ene naar de andere gaan. Maar, like, ze zijn allemaal wel connected op een of andere manier door Twitter. Maar, like, er is één iemand die altijd al zo... Dat ik al ken van... Ik denk nu ondertussen 4-5 jaar geleden. En dat is een goede vriendin van mij, Jolien. En als er één iemand is dat ik moet opnoemen waar ik echt zo mij het meest kwetsbaar bij kan opstellen, dat is een van de weinige mensen die mij heeft zien wenen, is dat wel echt zij. En dan ja, dat is een persoon die heel belangrijk is voor mij. Ja. Okay, wat past bij jou? Ik kan blijven bijleren en groeien, of ik ben wie ik ben en dat gaat niet veel veranderen. Bijleren. Ja, sowieso bijleren. Bijleren en groeien. Ik denk dat je nog altijd wel deels jezelf, je eigen persoon. Je gebruikt sowieso altijd wel je eigen persoonlijkheid, maar je kunt zoveel leren van andere mensen, dat je gewoon nog beter kan maken. En nog beter kan worden in bepaalde dingen. Dat is echt. Ik denk ook dat gewoon, is dat ook niet een beetje een doel van het leven, dat je gewoon groeit en dingen bijleert en nieuwe... Allee, je kunt niet altijd hetzelfde blijven, hè? Nee, dat is waar. Oh, nee, deze is... Ja, sorry. Ik denk dat we nooit stoppen met leren. Eerlijk, ik hoop dat toch. Dat zelfs al ben ik, I don't know, 90 jaar oud, dat ik nog steeds elke dag nieuwe dingen kan bijleren. Dat mijn persoonlijkheid aanpassen of dat ik andere dingen doe. Want ik weet niet, dat leek me precies saai om op een bepaald moment te zijn van oké, nu stop ik met nieuwe dingen en klamp ik mij vast. En that's it. Ik weet niet, ik hoop echt dat ik levenslang kan leren. Mega mooi. Deze vraag is echt, waar heb je spijt van? Dat is een difficult one, hè? Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat dat zo algemeen is. Ja. Ja, je kunt ook gewoon cliché antwoorden. Ik heb nergens spijt van, want het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Maar ik vind het echt moeilijk, om zo één ding te zeggen.
ik spijt van heb. Ja. Ik heb wel één ding. Ja? Maar dat is pretty dark. Je moet het niet per se zeggen, hè, als je niet... Ja, ik wil dat ik zeggen, maar mijn poging. Ik heb heel veel spijt van mijn poging. Mm. En wat is zo het of een persoon of het ding dat je zo heeft tegenhouden om het zo niet te doen? Maar ik heb het gedaan. Oh, misschien. Ah, nee, maar ik bedoel... Ah ja, oké, okay, okay, ik snap het. En toen ben ik gewoon direct de psychiatrie ingegaan. Mm. En dat was echt dankzij mijn vrienden. Again. Bless your friends, echt waar. Ja. Echt. Heel veel chance, man. Ik weet niet over wat ik spijt heb. Ik heb echt zo niet dat hij zo nu in mij opkomt of zo. Ja, ik weet niet. Je zet zo'n cliché antwoord, maar uiteindelijk... Ja. Ik geloof daar wel echt nog altijd in, van... Spijt hebben, oké. Okay. Ja, tuurlijk, ik kan wel veel dingen spijt hebben. Ik heb spijt dat ik, niet beter heb gestudeerd de eerste 4 jaar van mijn carrière in hoger onderwijs, want dat was ik al lang afgestudeerd nu. Maar uiteindelijk is dat wel wie dat... Like, alle kleine dingetjes hebben mij gemaakt tot wie ik ben. Als ik misschien niet nu nog altijd aan het studeren was, dan heb ik de mensen die ik nu ken niet leren kennen. En ik weet niet. Ik vind spijt hebben van dingen precies zo verloren moeite of zo. Ja. Dat is wel een goeie, dat is wel waar. Want je kunt wel spijt hebben van, oh ja, ik had dat niet moeten doen, ik had dat niet moeten zeggen, maar het is gebeurd. Laat het achter u, of zo. Ja. Dus, here happens. Wat ik daarmee niet wil zeggen, is dat je niet fouten inzien en spijt hebben, zijn echt wel twee dingen die compleet los zijn van elkaar. Je kunt perfect fouten inzien van bepaalde keuzes en daar nieuwe dingen uithalen of andere alternatieven uithalen. Mm-hmm. Maar echt zo oprecht constant met spijt zitten is precies een beetje verloren moeite. Ja, in mijn mening. Ik ook. Stel dat dit je laatste dag op aarde is. Mm-hmm. Wat wil je nog aan iemand zeggen en waarom heb je dat nog niet gezegd? Nog niet gezegd? Ja, waarom heb je dat nog niet gezegd? Ja. Ik zou gewoon alle gehechte personen pakken dat ik gewoon zo in één ruimte zou zitten, dan moet ik echt geven gewoon ineens zeggen, ik hou van jullie allemaal. Ja, dat zou ik echt... Op dat gebied zou ik dat echt doen. Want ik denk wel, je kunt het woord zeggen, maar je zegt het sowieso omdat je die personen graag ziet, maar ik denk als het op zo'n moment is, dat ik gewoon iedereen van je zeg van, ik hou echt van jullie, echt waar. Ik zou echt zo blijven zeggen, zo echt waar, want dan meen je het. Ik weet niet. Ik zal een manier zoeken om het echt gewoon te laten zien dat ik het echt meen. Dat is mega mooi. Ik denk dat ik juist hetzelfde zou doen, Abby. Maar ja, maar dat is toch goed? Je pakt gewoon iedereen samen in één ruimte en je zegt dat tegen iedereen. Alright. Wat deed jou deze week glimlachen? Glimlachen? Zowel een week niet meer gelachen, zo. Als ik eerlijk moet zijn, is het gewoon TikTok. Ik vind TikTok hilarisch. Ja. En het grappige is, ik kan daar zo keilang op scrollen en dan achteraf zo... Wat heb ik nu eigenlijk allemaal gezien? Zodat al nummer weten. Maar dat is een dom antwoord met TikTok, ja. Wat mij toch blijft gemaakt is dat maandag mijn laatste examen was. Ja. Ah, ja. Ik kwam echt uit de campus en ik was echt... Bitch, I'm done. Het is klaar voor deze semester. Nu enkel nog wachten op mijn punten, maar ja... Nee, ik was echt blij. Ik was echt zo... Oké, ik weet niet hoe dat die examen is. Het was wel, denk ik, wel goed afgelopen. Maar nu was ik zo, oké, maakt niet uit wat de resultaten zijn. Ik ben klaar. Zo, dat was echt zo even zo'n happy feeling. Amir misschien? Ja, ik weet niet. Ik vind het ook zo moeilijk, want je lacht zo wel elke dag. Maar zo om echt na te denken bij, oké, wat heeft mij het laatst toen... glimlachen. Maar ik denk wat ik wel apprecieerde, was zo, gisteren had ik zo een we zijn dinsdag vandaag. Gisteren had ik een evaluatiegesprek dus met die Sander. Hij straks heeft gezegd, again, shout-out Sander. Maar dus die respecteert ook echt zo mijn voornaamwoorden. En in de papers heeft zo een handleiding voor hoe schrijf je verslagen, dit, dat. Heeft hij dat ook echt zo gezet van, die hun voornaamwoorden gebruiken, is misschien
taalkundig niet correct, bla bla bla, maar het kan heel veel beter zijn, het is inclusievere taal, bla bla bla. Bla. Wow. Ik ben een beetje aan het parafraseren. Hè, dus ja, dat, maar dat is maar, echt nice. Like, meer scholen zouden moeten zijn. Ja. Yeah. Dus again, echt oprechte shout-out naar Sander. Ja, shout-out Sander! Sander! Ik hoop voor u dat hem kijkt. Ja, ik denk het niet, maar bon. Je kunt hem altijd later terug laten zien. Hè. Dus daar. Ik denk, ik ga mee met Amir dan. Ik denk zo, als iemand mijn voornaamwoorden echt zo accepteert, dat maakt mij zo blij. Mm. Als hij dat echt zo oprecht, zo zonder die, zo zonder echt zo er een ding van te maken, maar zo in een gesprek gewoon naar mij verwijzen met die hun, is er zo iets in mijn hart dat wel zo lacht. Oh, ja. Wel. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd in je relaties met anderen? Oeh. Geduld. Geduld. Ja. Denk ik, ik was totaal geen geduldig persoon. En dat heb ik echt wel moeten leren, maar geduld hebben. Ik denk dat dat echt iets dat ik van anderen heb moeten leren. Bij mij zal het eerlijkheid zijn. Want er kunnen zoveel conflicten gebeuren als als je gewoon niet eerlijk bent, waardoor jij je slechter gaat voelen. Eerlijk zijn is echt moeilijk, hè? Maar ik denk, als je de juiste mensen rondom je hebt, kun je daar gewoon eerlijk zijn, want dan ben je er gewoon transparant tegen. Dus dat is niet dat je daar ook een filter moet bij gebruiken. Eerlijkheid. Bij mij is dat volgens mij gewoon durven zeggen hoe je voelt en daar gewoon eerlijk over zijn. En dat niet wegsteken of zo, want je vrienden en zo, like, die gaan je gewoon accepteren zoals je bent. Hè? Dus er is het is helemaal niet nodig om je anders voor te doen of zo. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is dat ik heb geleerd. Ja, toch wel. Tot een same daarbij. Maar ook wat ik recent heb echt zo tot een besef gekomen is, gewoon een positieve kijk hebben naar het leven kan zoveel effect hebben. Want ik weet van mijzelf dat ik vroeger, en met vroeger bedoel ik echt zo, I don't know, een paar jaar, niet zo lang geleden, super zuur. Echt, ik was super bitter over alles. En vanaf dat er iets van conflict was, ging ik daarop in. En mensen daagden mij uit en ik ging daarop in. Maar de laatste tijd zie ik echt in dat dat totaal niet nodig is of zo. Ik heb dat probleem dan vooral met Twitter. Als ik bijvoorbeeld iemand echt gewoon iets enorm dom zie zeggen, of whatever, dat ik vroeger er zonder twijfel direct, oké, ik ga dat citeren, ofwel ga ik hem belachelijk maken, ofwel ga ik hem uitschelden, ofwel ga ik, I don't know, iets mee doen. Maar nu zie ik zo in van, dat hoeft niet. Ik kan ook gewoon verder scrollen. Als ik wil, kan ik die persoon blokkeren, muten, whatever. Maar hoeft niet altijd zo in te springen op alles, om zo daar iets van te maken. Ja, de blokkeerknop is echt een blessing, hè. Ja. Dat is zo. Yeah. Dat zorgt voor zo. Peace. ik zal kijken, misschien nog deze. Hoe zorg je ervoor dat anderen zich goed voelen? Hoe zorg je ervoor? Door gewoon zichzelf te laten... Ja, voilà. Ja, gewoon jezelf zijn. Ik denk, als mensen zich goed voelen bij u, dat moet gewoon door uzelf te zijn en niet door iemand anders. Uw eigen woord te doen als iemand anders. Ja. Ik ben gewoon bij mezelf. En soms kan dat niet klikken, hè, maar ik heb zoiets van, oké, als je je niet goed voelt bij mij, dan betekent dat het gewoon niet klikt. Maar als het dan wel goed voelt, dat is gewoon, ik ben mezelf, jij bent ook jezelf. En dat, dan gaat je zo verder. Mensen voelen dat als iemand authentiek is of iemand niet authentiek is. Ik denk, dus de kont dat je die vibe afgeeft, dat je zelf authentiek bent, dat die andere persoon ook authentiek gaat zijn, waardoor dat die persoon zich ook gewoon direct beter gaat voelen. Ja. Ja, ik heb niet zo superveel eraan toe te voegen. Ik ga redelijk akkoord met wat er al gezegd is geweest. Ja, ik ook. De volgende vraag. Voelt je je soms onzeker en waarover dan? 100%. Ik voel me soms onzeker.
Maar bij mij is dan soms zo het feit... Ik heb zo ADHD, niet wat raar is. Ik heb ADHD, ik ben zo zeer actief. En soms, soms denk ik echt in mijn eigen van... Adrie, je bent te actief. Als ik zo mensen zie, als ik zo in een kring... Ik weet niet, ik ben zo bij mensen en ik zie dat die zo heel chill zijn. Dan ben ik echt zo van, kom, gaan wij iets doen. Dat is echt ook wel positief. Maar soms heb ik zo het dingje van, kan wat minder. En het is ook iets zo dat deel uitmaakt uit mij. Dus het is niet, ja, ik weet niet. Soms is dat zo een dubbel gevoel daarover. Want het is ook zo niet enkel mijn ADHD. Het is gewoon wie dat ik ben. En ik ben een persoon die heel graag in actie is. En graag beweegt. En graag dingen gaat doen. Dus, maar ook wel houdt van chillen. Maar... Ik zal eens even nadenken. Ik heb zo soms zo... Kent je zo dat intruder gevoel zo, dat je zo ergens bent, maar dat je het gevoel hebt dat je daar niet hoort of zo? Ja. Dat heb ik soms echt. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen van, nee, je hoort hier. Doe gewoon niet in. Dat heb ik zo soms wel. Ik weet niet, mijn uiterlijk... Wat zei je dat? Mijn uiterlijk? Maar dat is misschien wel standaard. Ja, maar dat maakt niet uit, hè. Dat is hoe dat jij je voelt, hè. Ja, mijn uiterlijk, 100%. Maar ik haat mijn gezicht. Waarom? Hey, nee, dat is een stomme vraag. Hey, waarom is het... Kijk naar mijn kin, hè. Kijk naar mijn kin. Ik heb een heksenkin. Dat is gewoon een sterke kin, ja. Heb je liever... Ja, nee, ik ga geen andere soorten kennen uitschelden of zo, maar ik weet niet, ik heb dat ook wel, ik zeg dat nu, maar ik ben ook wel iemand die heel onzeker is over letterlijk alles van mijn lichaam, maar ik weet niet, dus ik heb de recent echt zo de mentaliteit ingenomen van ik ga gewoon elke dag in de spiegel kijken totdat ik vind dat van mezelf dat ik er goed uit zie. En de ene dag sta ik daar echt 10 seconden en ben ik, damn, you look fucking hot. En dan ga ik verder. De andere dag sta ik daar echt gewoon enorm lang te staren naar mezelf. En ja, kom het misschien zelfs niet. Maar ik probeer elke dag zo try to own wat ik ben, wie ik ben. As you should. Ja, inderdaad. Volgende vraag. Wat doe jij als je je slecht voelt en helpt dat? Eigenlijk niet veel. Ja. Nee, gewoon muziek luisteren. Zo, gewoon in mijn bed liggen en gewoon muziek luisteren. Of zo serie kijken of speltjes spelen of zo. Ja, ik weet ook niet of dat echt helpt of zo, maar mijn coping mechanism is ook gewoon muziek. Again, shout out homie Frank Ocean, helpt mij door alles dat ik nodig heb. Dus ik zei het, echt, meestal is dat gewoon speaker aan, als ik mij sad voel, voilà, ik zet Blonde op, ik luister. En ik voel mij dan oftewel nog shittier, ofwel is dat zo een beetje geholpen. En als Frank niet helpt, dan heb ik nog Sufjan Stevens, heb ik nog Bon Iver. Al die shit. Oh, muziek, basically. Muziek. Yeah. Maar ik heb wel zo het deel van dat ik soms heel graag zo alleen wil zijn. En dan gewoon sad wil zijn, alleen muziek en zo, zoals jij. Maar dan heb ik dan ook soms zo het gevoel van dat ik ook zo met mijn vrienden wil zijn. En dan omringd wil zijn met vrienden, omdat ik dan ook zo die positieve vibe dan ook zo meekrijg. En dan denk je ook zo aan andere dingen. En dan... ik vind dat dat wel ook wel iets heel... Dat helpt wel, denk ik, meer bij mij omringd zijn door vrienden. Ja. Ja, bij mij ook een combinatie van wat jullie allebei net hebben gezegd. Yeah. Sowieso omringen met vrienden, maar ook, muziek. Sorry, maar als je Nicki Minaj aanzet, als je slecht voelt... dan komt die confidence terug, hè. Ja, haar concert was echt bam. Oh ja, dat is juist, je was daar ook. Je hebt dat nog naar mij gestuurd toen. Ja. Oh, dat was echt goed, hè? Ja, buiten dat ze te laat was, maar het was echt geweldig. Ja, maar dat maakt niet. Die mag te laat komen, oké. De queen mag te laat komen. De queen mag te laat komen. Ja, dat is het. Muziek. Voor mij is dat ook echt muziek, hetzelfde. Maar zo een goede blijdschijf wel. Echt zo. Wat is zo uw blijdschijf? Schijf dat jij zo zou zitten, zo. Oh, easy. Wasting my young years on London Grammar. Oh, ken ik niet.
Ja, die live gezien. Dat is ook goed, echt goed. Dat nummer. Ja, ik zal die flex opzoeken. Instant benen, gewoon instant benen. Ben je soms bang om te falen en wanneer dan? Maar, ik heb dan een rijbewijs. Ah, je rijbewijs. Oh my god, ik had dat ook. Je moet dat echt zo snel mogelijk doen, gewoon, anders ga je echt uitstellen. Ja, I know. Ik ben echt nu... Ik heb echt uitstelgedrag. Ik heb algemeen in mijn leven al uitstelgedrag, ook met school en zo. Maar voor mijn rijbewijs heb ik echt zo van... Oh, ik zie zo iedereen rond mij, al mijn vrienden hebben hun theorie al in praktijk. En ik zit hier nog zo van, dat ik mijn theorie nog aan doen. Maar dat is echt zo bang zo, om te falen. Dat is zo, echt zoiets ding dat ik zo, ik wil dat heel graag. Maar die faal niet voor. Dus ik zit ook zo elke keer zo online zo die VDAB dingen doen. Zo, voor zo die examen shit. Maar ik denk echt dat ik zo, nu begin ik zo op een mentaliteit te komen van, oké, ik ga het doen, ik ga het kunnen, ik ga dat gewoon doen. Ik ga me gewoon een afspraak maken voor mijn theorie te gaan doen en tegen dan moet ik dat gewoon gekend hebben. Zo ben ik nu echt in mijn mindset. Ik wil dat ook doen, precies, maar ik ben echt al elke dag aan het checken en alle datums zijn bezet omdat je nu afspraken moet maken. Echt fucking Brussel. In Brussel is dat denk ik wel veel drukker, maar in Antwerpen valt het eigenlijk nog goed mee voor je theorie te gaan doen. Ik heb daar ook gelijk. Ik heb dat drie keer moeten doen, hè, voordat ik geslaagd was. Maar dan theorie zo, of in praktijk? Een praktijk. Theorie had ik van de eerste keer, maar praktijk was echt... Like, de eerste keer dat ik dat deed, ik was totaal niet prepared. Hè. Ik viel stil, hè. Ik viel helemaal op het begin al stil, hè. Ik wist wel gewoon van, oké, ja, dit gaat het toch niet zijn, ja. Maar dan de eerste keer dat je hebt, is dat wel echt zalig, joh. Ja, maar ik denk dat je ook zo iets van vrijheid voelt. Allee, vrijheid, je hebt gewoon dat kaartje en je kunt gewoon rondrijden waar je wilt als je een auto hebt, natuurlijk. Maar... En de vraag al vergeten, kan niet liegen. De vraag was, ben je soms bang om te falen en wanneer dan? Ah ja, oef, ja, denk on the daily. Maar dat kan in de kleine dingen zijn, maar ook in de grote dingen. Ja, soms denk ik van, ah, fuck, falen als in echt het leven als geheel. Van, oké, ga ik ooit ergens geraken? Maar like, de andere keer ga ik gewoon bang zijn omdat ik Mario Kart aan het spelen ben en dat ik bang ben dat ik ga falen en niet eerst zijn in een race of zo. Ik weet niet. Het is te zien hoe groot of hoe klein dat je falen bekijkt, snap je? Oké. Nog een laatste vraag, want we gaan bijna moeten afronden. Wat is het moeilijkste dat je ooit meemaakte of moest doen en hoe heb je dat aangepakt? Voor mij is dat alleen gaan wonen. Ik ben vrij vroeg, ik ben op mijn 17 alleen gaan wonen. Naar een stad waar ik niemand kende. Ik ben van Antwerpen, maar ik ben naar Gent verhuisd. Ik kende hier exact nul mensen. Dus dat was echt hard in het begin, want ik ben een heel sociaal mens en je zit daar in een stad waar je dan niemand kent. So that shit was scary. And maar echt chapeau. Ja, maar ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Mag je echt fier zijn op jezelf. Dank u. Ja. Bij mij zou dat eerder zijn, volgens mij, toen mijn zus was gestorven. En ja, niet vooral... Ja, die moment sowieso ook, maar zo... Achteraf ook beseffen dat dat echt een impact op je heeft mentaal en dat je daaraan moet werken. Dus dat heb ik ook echt wel gedaan. En dat is volgens mij echt wel het moeilijkste geweest. Voor mij ook. Bij mij was dat mijn beste vriend dat gestorven is in 2018. En je weet dat je zo een verwerkt... dat je zo zelf het moet verwerken. Maar na 3 jaar heb ik nog altijd het gevoel van... het is nog altijd niet zo verwerkt. En zo... Je zoekt zo'n manier om dat te doen, maar toch... Ik weet niet, op een moment... Sommige dagen heb ik echt zo van... Oh ja, oké, zelfbaar, je mist die. Maar op een andere manier. Allee, dat is zo, je mist die, maar... En dan sommige dagen heb je echt zo van... Fuck, ik ben er nog altijd niet over. Ja, en dat is ook iets wat je de rest van je leven gaat moeten doen. Hè. Dat is kut, hè? Ook zo mensen zeggen van... Ja, maar je moet rouwen. Maar hoe de fuck werkt dat? Dat is niet dat iemand je dat heeft aangeleerd of zo. Dat in elkaar zit. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Dat is, iedereen doet het op zijn eigen manier en ik heb denk ik gewoon mijn manier nog niet gevonden. En dan, als je dan, dan heb ik dat vorig jaar ook gehoord dat mijn onkel gestorven was, dan was dat ook er nog zo bij. Dan is dat echt zo van, het begint een beetje heavy te worden, hè. Dus ja.
Maar dat is ook zo, mensen verliezen en dan zo niet weten hoe dat je de proces moet doen om te rouwen. Maar je bent keigoed bezig. Thank you, I know my best. Oké, ik denk dat we dan gaan moeten afronden. Ik zou eerst om vooral jullie alle drie enorm willen bedanken om hier aan mee te doen en zo openlijk over jullie gevoelens te praten, want dat is echt mega moeilijk om te doen. En hiernaast wil ik ook alle kijkers aanmoedigen om zelf met jullie vrienden in gesprek te gaan. Jullie kunnen het kaartspel dat we net hebben gespeeld gratis downloaden op watwat.be. En dit heb ik alles willen zeggen. Like en subscribe, zodat je alle vorige gesprekken kunt herbekijken en de nieuwe ook zeker niet gaat missen. En wie nood heeft aan tips rond donkere gedachten, vindt die op watwat.be. En wie nood heeft aan een gesprek, kan gratis en anoniem bellen met Awel. En die links vinden jullie allemaal terug in de beschrijving. Dus ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ja, het was echt leuk om te doen. Merci om de leiding te nemen. Dat is keigraag gedaan. Ik heb het echt heel goed gedaan. Merci, merci. Alright, daar is het dan, hè? Mm-hmm.